We gaan nu even iets totaal anders voor jullie doen. Namelijk, Joost en ik die gaan een scène voor jullie spelen. En die scène speelt zich af in de mediamarkt. En ik ben mediamarktmedewerker. En Joost die is een klant en die wil een laptop kopen. Nou, jullie hebben straks natuurlijk ook te maken, misschien kan jij straks beter daar even zitten, klaar. Met dat je iets bij iemand gaat brengen, een soort van klantrelatie heb je. Nou ja, dus kijk even goed. Ja. En misschien moeten we even zeggen over de... Ja, het is ook even bedoeld om te introduceren, dus werkvorm, waar we zo meteen nog meer mee doen. In eerste instantie spelen we de scène gewoon. En daarna mogen jullie degene die in de professionele rol zit, dus de verkoper, in dit geval, die mogen jullie regisseren in de scène. En dat mag je doen door stop te roepen als die verkoper iets doet waarop jij een andere aanwijzing hebt. Maar we gaan eerst de scène spelen. Je mag dus eerst nog helemaal niets zeggen. Dat is alleen maar goed. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zoek een laptop. Ja? Ja. Die staan hier allemaal. Oké. Okay. Stop. Oeh, het zijn er wel een hoop. Heeft u een tip voor mij hoe welke bij mij zou passen? Of? Er staan allemaal bordjes met beschrijvingen erbij. Dus dan kunt u zien hoe of wat. Ja. Er is een hoop verschil in te zien, hè? Goedemiddag. Stop, blijf. Ja, onderlijn? Ja? Gewoon even van, ja, wacht even, sorry. Oh, wacht okay. Even, ja. Voor de tweede beweging. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kan ik even contact aan doen? Stop. Ja. Nee. Stop. Nee. Niet bezig? Ik ben even bezig. Ik ga zeggen, ik ben even bezig. Ja. Kan ik even contact krijgen met u? Nou, ik ben even bezig, dus... Oké. Heb ik toch een vraag, terwijl u bezig bent. Die laptop hier, er zijn er zoveel. Stop. Ik zou het zeggen van, ik zou het gewoon bezig was, dus... Ja, dat kan wel, toch? Ja, is goed. U bent bezig, ik zie het, maar ik stel u toch even de vraag, die laptops hier, er zijn er zoveel. Welke past Ik zei toch dat ik bezig was, of niet? You just got through. Oké, sorry hoor, maar waarom doet u zo tegen mij? Ik doe helemaal niet zo tegen je, ik ben gewoon een stop! Ga naar de chauffeur. Ga naar de chauffeur. Chauffeur, nou dat is een andere elektriciteitszaak. Maar heb je nog een tip om mij nog klantonvriendelijker te maken? Niet echt. Wat zei je? Wat zei je tegen haar? Sorry hoor, maar waarom doet u zo tegen mij? Een beetje. Dat vraagt u aan mij. Wat? Wat? Dat vraagt u aan mij. Dat vraagt u aan mij. Ja. Sorry hoor, maar waarom doet u zo tegen mij? Oh, en dat vraagt u aan mij? Ja, want u helpt mij niet. Terwijl ik heb gewoon hele normale vragen in. Ja, ja. Stop. Van, zeg dan van, ik zou hem toch zo helpen, dat je even moest wachten. Oké. Ik zeg dat ik wist was. Ja, ik stel u gewoon een hele normale vraag. Ja, ik zeg toch gewoon dat ik u zo zou helpen. Ja? Wie is een leidinggevende? Ik wil heel graag uw leidinggevende. Stop. Je moet zeggen, ik ben leidinggevende. Wie is uw leidinggevende? Ja, ik ben de leidinggevende. Stop! Dan ben ik Sinterklaas. Ik ben niet te regisseren. Ik ben alleen te regisseren. Ik mag alleen tips van mij geven. Dus ik ben alleen... Hoe ver is het dan? Kunt u dan misschien zeggen, nu u klaar bent, welke laptop geschikt is voor het bewerken van foto's en video's? Nou, voor... Nee. Kunt u mij dan misschien zeggen welke laptop geschikt is voor het bewerken van foto's en video's? Nee. Dus u weet er gewoon niks van? Jawel. U wil het niet zeggen? Nee. Want ik ben toch bezig? Oh ja. U wil het mij niet zeggen? Nee, want ik ben toch bezig? Ja, maar nu toch niet meer? Ik weet je nog wel.
wil even een andere collega van u spreken, want ik voel me totaal niet geholpen. Oké, nou dan ga ik even vragen. Stel nog, ik ben nog bezig. Nee, dat is altijd door. Kunnen we nog even iets laten escaleren, jongens, dat hij echt even... Jij bent nog vrij. Wat? Ik ben het enige. Ik ben allemaal ziek. Ze zijn allemaal ziek. Ze wonen pas. Ja, gewoon van, nou ja, zoek je zelf op. Ik wil even een collega van u spreken, want ik kan totaal niet met u... Nou, iedereen is ziek. Ja, nou ja, maar goed, kunt ik u ben maar de enige. Zieken. Ja, maar kunt u mij dan even gewoon helpen met de laptop komen? Ik ben toch bezig? Ja, maar ik ben toch klant? Ja, maar ik zit toch de hele tijd al te zeggen tegen u dat ik bezig ben? Ja, maar ik ben klant. En u luistert gewoon niet naar mij, ja? Dus anders is daar het gat van de deur, begrepen? Nakt. Ik ga nu de winkel uit. Ik heb helemaal gehad met jou. Oké, okay. Ja. Ik ook met jou. Ja, ik kan mijn werk hier niet eens doen. Je hoort ervan. Ja, doei. Rijden, rijden, rijden. Ja, prima. In de bed. En de laptop opent en je tool gaat gebruiken met de bewoner. En die gaan wij ook weer voor jullie spelen. Alleen maar kijken wat er gebeurt. En daarna staan jullie om te beïnvloeden, maar nu gericht op effectief. Dus hoe kan het gesprek effectiever? Ja? Dus we gaan hem in eerste instantie nog niet zo goed doen. Kom. Hier de tafel. Dit is mijn laptop. Dat is wel. Oh ja, ik kan ook een echt. Pak hem nog. Ja.